Oh, je bent aan het filmen. Wat is dat voor instrument? Wat is dat voor instrument? Nou, kijk, dit is een basgitaar. Maar misschien is dit wel voor jou, daar kun je eens over nadenken. Want dit is een vijfsnarige basgitaar, Marcel. Dit is een Curzon. Kun je er iets over vertellen? Dat kan wel, maar dat ga ik niet doen. Daar ga ik mijn tijd niet over spelen, want ik heb een hekel aan vijfsnarige bas. Nee, ik kan daar eigenlijk niks over zeggen. Volgens mij is het zo dat, dat er één extra laag, een nog lagere snaar op zit. Toch? Een wijs man zei ooit, als John Entwistle maar vier snaren nodig heeft, waarom heeft de andere mensen dan vijf of zes snaren nodig? Maar heeft John Entwistle nooit op een vijfsnarige bas gespeeld? Weet ik niet, Paul McCartney wel. Zo, dat is fout. Ja, die had dat wel, is slecht, slecht nieuws, hè? Dat is wel zo. Nou, zullen we wel terugkomen? Ja, wel. Weet je door wie? Nou? Door Elvis Costello. In de jaren 80 ging hij met Elvis Costello een liedje schrijven. Toen zei Elvis Costello, zei, wil je nou alsjeblieft op je Beatlebas spelen? Dat is goed. Pakte hij hem uit de koffer die... Na de laatste show die ze op het dak hadden gedaan, ja, niet meer uit de koffer hadden erbij, ja, niet meer uit de koffer hadden gedaan. En toen zat zelfs de setlist op zijn bas. En toen ging hij met de viool bas. Wij zijn in de Vorstin in Hilversum. We beginnen met het avondmaal. En wij hebben gekregen snijboontjes, gebakken aardappelen met een champignonsausje. En de heren hebben allemaal een schnitzel. Ik heb ter vervanging van de schnitzel een klein vegaburgertje. Hupsakee. Hoe is het eten? Hoe is het eten? Wat is je eerste indruk, Ries? Degelijk. Degelijk Duitse maaltijd. Past ook een beetje bij de schnitzel natuurlijk. Ja, je kan wel mee, de mensen mee ontvangen. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Ja. Nou. Flauw. En? 10. Dan ga ik nu voor een 6,5. Je hebt je bord niet eens leeg gegeten. Nee. 6,5? Ja, vandaag vond ik ook 7,5. Ja. Ja. Het stukje vlees vond ik erg lekker. En de aardappels waren goede smaak. En de bonnetjes waren in principe ook goed. Dus ik ga toch voor... De 7,5 ook. Ja, het is 6,5 en 7. Bonnetjes waren goed. Ik vond de schnitzel een beetje gisteren 7,5. Aardappelen waren goed. Het was goed bereid, daar gaat het om, weet je wel. Ik geef het een 7. Ik ga voor de 6. Echt? Ja! Dit is voldoende. Dit is slecht. Dat is een dikke voldoende. 8. Ja! Ja! Ik vind het gewoon een solide 7,5. Ja! Bord van. Ik vond eigenlijk de groente beter dan gisteren. Ik wil weer zo net zijn hoofd niet zo. Jury, wat heb je net ontdekt? Dat was. Nee, ja, doe het nou maar gewoon zelf. Het moet wel, doe even acteren alsof je het dan voor het eerst ziet. Oh, hey, wow! Wat is het? Ik vind het wel lullig als iemand toch. Een plekterum! Een kickplekterum! Tafel in de vorstin. Wow! Show me that smile. Show me that smile. Don't waste another.